shop op je mobiel sturen. Ieder burger. Beetje onwennig? Ja, hij had natuurlijk straks gezien dat, dat Bob daar een probleem had op die stijlsprong. Vroeger was dit niet toegestaan, die hindernis laten zien. En dan is men er op een of andere manier toch wel achter gekomen dat het vertrouwen geven aan de paarden, dat dat toch wel belangrijk is. En hij is vertrokken, opium van de Middelsteden, de zoon van Biske Balousse. Biske die met Olivier Philippaert heel wat goede resultaten heeft behaald in de internationale springsport. Deze komt uit een moeder van Emerald. Emerald, ja, Olympiadepaard. Ook sponsor hier van de Pavo Hengstencompetitie. Maar Emerald is ook een hengst die het goed doet, in, niet alleen in de sport, maar ook in de fokkerij. Komt uit de stam van Domino. Domino die met Jos Verlooy toch bij de beste springpaarden van de wereld behoorde. En ook Torinto, het Grand Prix paard van Guy Williams, komt uit die directe moederstam. We hebben van deze stam de laatste jaren een aantal hele goede jonge paarden gezien. Ook op de hengstenkeuring was er eentje uit diezelfde stam. Die kon ook wel bekoren. Dit is een mooi hengstmodel. Die met een heel goed ruggebruik. Blijft misschien nog een tikje lang in dat voorbeen. Maar dat zien we wel eens meer met paarden die veel vermogen hebben. Die op dat ogenblik nog niet die benen echt tot het maximum intrekken. Maar het belangrijkste is bij deze paarden dat de schoft, dat de schouder goed omhoog komt. En dat ze de sprong op voorwaarts willen afwerken. En dit is een paard waarvan je zegt, ja oké, goed. Dit heeft potentieel. Heeft hij laten zien, die opium van de Middelsteden. Eens kijken wat Frodo Terlinde...